Gisteren voor aanvang van de Raad van Ministers ging minister Gracia Emmanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport in op verschillende vragen van journalisten. Er werd een vraag gesteld met betrekking tot de ontruiming van de Anthony Nesty Sporthal. De bewindsvrouw ging hierop verder in. Inderdaad, de afgelopen periode hebben we dus gezien dat NIS heel veel in de picture was. Maar in grote lijnen gaat het om een overeenkomst, welke getekend is door de toenmalige voorzitter van de stichting. En zeker Missie Jan Delano, als ik het goed heb. En een bedrijf, Domputrowe. Waarbij erin is vermeld dat NIS feitelijk het bedrijf voor inrichting van NIS zou moeten betalen elke maand 100.000. En dat hebben we dus ontdekt kort voor vertrek, na vertrek van de toenmalige directeur. Ik heb dus duidelijk aangegeven niet mee te zullen werken. Let wel, het is geen overeenkomst met het ministerie van Ros. Het is een overeenkomst getekend door de toenmalige voorzitter van de stichting en een bedrijf, Domputrowe. En voor inrichting is, ik heb aangegeven, ik zal niet meewerken. Waarom? Twee redenen. De toenmalige directeur heeft niet alleen aan de leiding van Ros bekendgemaakt toen, maar aan de totale samenleving bekendgemaakt dat de inrichting uit zijn eigen zak is gebeurd. Dat is één. Twee, de contabele regels. We hebben geen aanbestedingen gezien. Hoe het komt dat er een overeenkomst is getekend of een overeenkomst is aangegaan met Domputrowe, dat weten we niet. Dus we kunnen niet overgaan tot het betalen elke maand voor van 100.000 aan een bedrijf. Dat is het. Dat is gebeurd. Het was een tijdje gaande, allerlei zaken. Ik heb dus toen aangegeven van luister. Laten we dus de persoonlijke zaken afgeven aan Domputrowe, zodat we dus over kunnen gaan in PPP-verband om in te richten en dat soort zaken. Dat is gebeurd afgelopen woensdag, als ik het goed heb. Tot mijn allergrootste verbazing werd ik opgeschrikt afgelopen zaterdag dat er een breaking news is, die TV-breaking news, dat NIS wordt ontruimd. En dat de muren zijn kapotgeslagen en allerlei zaken door ongeveer 10 jonge heren. En ik heb dus, nu hebben we daar een waarnemend directeur, mevrouw Seeman. Heb ik dus gelijk gevraagd om aangifte te doen. Want wat afgelopen zaterdag is gebeurd, is niet door tussenkomen van deze minister. Was het voor die zaal, die dat zaal, zeg maar, die is misschien wel op de tijd of zo, want die kon nog dat tegenhouden. Ik heb het dus heel laat, zag ik een link voorbij gaan, heb ik het gezien. En ik heb gelijk gebeld met de waarnemend directeur. Die wist het ook niet en ze heeft er gehaast ter plekke. En aangekomen was er bijna niemand meer daar. We hebben alleen dus de schade nog overgehouden. En minister, er worden evenementen georganiseerd in het interessesportaal. Ja. Zijn er middelen voldoende om toch wel wat renovatiewerkzaamheden te kunnen verrichten? Hele kleine renovatie. Bijvoorbeeld, we zijn nu bezig met de toiletgroepen van NIS. En de middelen zijn niet echt veel. De middelen zijn niet toereikend. En je kan geen grote renovatie doen. Maar we zijn nu wel bezig met een PPP-verband om echt NIS op te knappen. En juist nu komt dit. Er is een veilig discussie op dit moment. Er worden heel wat sportactiviteiten georganiseerd waarbij Suriname een voordeel heeft genomen om vaak de eerste plek binnen te halen. Ja. Wat is de veiligheidssituatie? Op dit moment hebben we dus gevraagd naar versterking. Want we hadden dus wat de beveiliging betreft was het niet optimaal. We hebben dus gevraagd naar een securitybedrijf en die is nu daar, dus het is nu veilig. Anders waren misschien de overige zaken ook meegenomen. En ja. Hoe veilig is het om nog activiteiten daar te hebben? Want ja, het ziet er verschrikkelijk uit, minister. De veiligheid ook voor het publiek is niet gegarandeerd. Ja. Is het noodzakelijk om de zaak nog open te houden voor activiteiten? Tot op dit moment, we hebben schoongemaakt. We hebben dus extra security aangesteld. En ik mag u zeggen, de veiligheid is gegarandeerd.
Op dat moment was de veiligheid niet in place. En ik weet niet hoe ver het is gekomen waar de directeur op dat moment was. Maar het is niet in afstemming geweest met het ministerie. En laat me duidelijk aangeven, het gaat niet om achterstallige betaling van ROS aan een bedrijf. We hebben nimmer, het ministerie heeft nimmer een overeenkomst gesloten met een bedrijf. Misschien is het heel goed om inzage te hebben. Er is een overeenkomst, er is ook zelf een vonnis van de rechter. Maar ik wil u dus verwijzen naar de waarnemend directeur, waarbij u zelf inzage kan hebben.